Hey Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ik ben hier vorig jaar al eens geweest, samen met mijn lief. Toen kwamen wij hier een bed kopen. Ja. En dat bed bevalt prima. En ja. Bed van betere bed. Het ziet er ook erg uitgeslapen uit. Ja, nou ja. Nou ja, ik ben wel eens vroeg wakker. Nee, maar het is een uitstekend bed. Ja. Dus je hebt ons goed geadviseerd. Nou, prima. Maar waar we het toen niet over hebben gehad, is... Vertel eigenlijk eens maar eens, wie ben jij? Ik ben Maarten van Eendenaam. Ik werk nu bij Beter Bed zo'n 11 jaar alweer. Dus dat is al best een tijd. En daarvoor heb ik schuin tegenover bij de Quantum 10 jaar gewerkt. Dus al heel lang in de winkel. En ik ben eigenlijk geswitcht van Quantum naar Beter Bed, omdat je hier echt met de klant gaat zitten, het advies geven. En dat vind ik erg leuk. Dus inderdaad echt gewoon advies van, goh, welk bed is nou voor die persoon... Ja, maar dat deed je vorig jaar inderdaad ook. Want, ik ben dan altijd nogal wat jachtig, maar toen hebben we toch wel ruim een uur gezeten voordat... Ik noem het meestal maar een soort intakegesprek van, welk bed past het beste bij die persoon. Ja, precies. In plaats van dat we alle bedden eerst gaan testen. Ja. En dan zijn we tot 10 uur 's avonds zijn we bedden aan het testen. En dat is niet zo heel... Maar het is inderdaad, kijk, een bed is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Lekker liggen, goed kunnen slapen. Dus je moet er ook niet zomaar aan voorbij gaan. Maar waar we toen dus niet over hadden, en dat vind ik dan altijd van die leuke dingen. Hè? Van, wat is hier nou het duurste bed en wat is het goedkoopste bed wat jullie verkopen? Nou, een van de duurste bedden, daar staan we nu voor. Dat heeft ook wel een beetje met de merknaam te maken. En zoals met Auping, daar betaal je ook wel een stukje voor de merknaam. En Tempoer geeft ook niet voor niks 10 jaar volledig garantie. En wat? Dat wil ik... Want dan vraag ik me op, hadden wij ook garantie op ons bed? Ja, volgens mij uit mijn hoofd gezegd 3 jaar. Ja, ja. Dus je zit nog in de garantie. Ja, precies. Ja. Dus dat zit goed. Maar Tempoer geeft al 10 jaar volledig garantie. En dat doen ze ook niet voor niks, omdat over het algemeen de meeste mensen op Tempoer lekker liggen. Maar wat maakt dan dit bed zo bijzonder? Kijk, want ik zie inderdaad daar vanaf 4200 euro. Nou, dat is inderdaad behoorlijk fors. Klopt, ja. Maar Tempoer zijn drukverlagende matrassen. En dat is eigenlijk voor, laten we zeggen, iemand met hele brede schouders en iemand met hele smalle schouders. Over het algemeen past het matras zich aan die persoon aan. Dus wordt ook vanuit Tempoer ook gezegd van, ga maar gewoon liggen, dan merk je het vanzelf. Ja. En de meeste mensen zeggen ook wel van, goh, dat ligt in dat wel heel erg lekker. En verkoop je hem dan ook goed? Of is het toch voor de mensen... Wisselend. Ja, ja. Ik heb daar iemand zitten, die wil nu niet in beeld. Maar die is er aardig goed mee bezig. Dus, Ja, je moet het natuurlijk je moet het ook aan de man weten te brengen. Daarom wil hij ook anoniem blijven. Dan De anonieme verkoper. Ja, anonieme verkoper. Maar wat is dan een prijsknaller hier zo? Een prijsknaller, die staan boven. Die staan boven. Nou, dan lopen we daar even naartoe. Boven. Jij bent ook een echte middelburger, hè? Ja. Nee, laten we zeggen, de prijsknaller, dat is wel een beetje deze box. En het verschil met Tempoer is dat het, dat hoor je ook wel een beetje, in een Tempoer box of de wat luxere boxen zit vering in. Dus het kan ook, dat is eigenlijk meer bewegend ook vanaf onderaf aan. En dit, gewoon een goedkope bak met een matras, een toppertje. En een vanaf 400 euro. Vanaf 400 euro. Ja, dat is gewoon een tiende. Ja, dus tussen dit en Tempoer zit natuurlijk een enorm gat. Maar als ik nu zo'n bed zou kopen, hoe lang geef je het dan ongeveer? Hoe lang doe je daarmee als je gewoon met rustig dit? Slaapt? Ja? Zullen we zeggen? Een jaartje of 4, 5. En dan heb je geen garantie waarschijnlijk? Je hebt hier 2 jaar garantie. Oh, toch ook nog? Ja, maar met dit is het echt wel, je verkopen veel voor studenten, logeerkamers, vakantiehuisje, dat eigenlijk. Ja, want ik had vroeger ook altijd toch een beetje de theorie van, ik koop liever 10 keer een goedkoop bed. En, en waar je daar niet zo lang mee doet. Ja. Maar ja, als die dan versleten is, dan haal je er weer even voor 400 piek. Dat kan. Want dat ik vind toch 2000 euro of zo, dat vind ik echt best wel veel geld. Maar ja, en dan maakt je ouder wordt, ga je toch wat... Dan ga je meer richting Tempoer denken bijvoorbeeld. Ja, nou ja, zoiets. Dat vind ik wel erg veel. Wat ongeveer de helft, ik weet niet eens wat voor een wij toen hebben gekocht. Maar, ik denk een beetje de 1600. Want we hadden toen, je had gold platinum en wat was dat ook weer, die matras? Hadden jullie nou een hele bokspring of alleen de matrassen? Nee, de hele bokspring. Ja, volgens mij, ik denk dat je richting de gold... Ja. En dat is gewoon van het Beter Bed huismerk, gewoon een goede... hoe zeg je dat? Tussen die... En Tempoer in een goede middenklasse. Ja, bij ons was het grootste probleem eigenlijk het passen in de slaapkamer. Hè, die ombouw, dat ging niet helemaal goed. Je moet gewoon naar binnen kunnen stappen. Zeg. Maar nu kan dat nog steeds, ja. En jullie verkopen dus niet alleen bedden, maar ook de matrassen los. Ja. Jullie verkopen ook beddengoed. Beddengoed, bodems, matrassen, kasten. Ja, ook. Precies. Ja. Ja.
Ja. Je kan bij ons ook heel je kast laten samenstellen. Dus je krijgt net zoals met een keuken, gaan we zitten en gewoon stap voor stap zetten we dat in, brengen we dat in beeld. Dus dat. Nu is terug naar de klant beneden, dus dan moet je even naar beneden. Naar mijn collega's beneden. Dus oh ja, komt, precies. Jullie zijn altijd dubbel bezet. Ja. Ja. Nu dan vandaan met z'n tweeën, meestal in het weekend met z'n vieren. En als het heel druk is met z'n vijven. Oké. Okay. Dus nou, helder verhaal. Heb je nog wat moois toe te voegen? Nog, als je zegt van... Nee, eigenlijk op dit moment niet. Nee. Dan dank ik je voor de toelichting. Ja, en tot de volgende. Ja, tot de volgende.